gaat heel slecht met me. Kun jij je niet voorstellen? Ja. Waarom trap je mij voortdurend in al die hoeken die je hem had moeten laten zien? Daar kun je niks aan doen. Mijn man? Nee. Je zoon? Nee. Zo is hij ook opgevoed? Nee. Tot volle tevredenheid? Echt groot punt. Jij wilt je over hem ontfermen. Ik heb het nodige meegemaakt. Hoe krijg je het terug? Iedereen. Dat is het probleem. Waarom ben ik hier? Inkleuren wat jij hebt nagelaten. Waarom? In welke zin? Om jou in te kleuren. Wat? Ik wil niet mee ingekleurd, ik wil... Nagelaten. Ik word zo moe. Laat dat zien. Horen. Merken. Rust. Rust. Hé, hey, jullie hebben elkaar... Er is toch niet zo heel veel op tegen? Zo heeft ze me opgevoed, de wereld ingestuurd. Oh, je mocht juist alles ontdekken. Inkleuren. Je vader en ik... Jij mocht wegfladderen, opfladderen. En toen hij doodging, had ik nog geen twee woorden met hem gewisseld. Ja, dat is jouw probleem. Ja? Zullen we verder? Verder? Jullie zijn toch iets aan het maken? Wat het ook is. Wat jullie aan het maken zijn, waren, zullen. Met jou? Why not? Omdat jij hier binnen drinkt. Misschien. Ik heb mijn man zien wegfladderen. Ik heb oorlogen overleefd, dus why not? Oorlogen? Natuurlijk. Nee. Alleen maar. Zij wil eerst horen wat ik jou heb geschreven. Dat heb je niet. Zeg je. Heb ik wel, zeg jij. Heb je wel. Zeg jij. Dus, laat maar horen. Nee. Voormaar jullie belustheid op de hersenspinseltjes. Mannetje bang? Op zijn 40ste begint het knagen aan de navelstreng. Wordt hij mens in plaats van idool? Iets in plaats van iets? Ik heb hem nooit geschreven, dus waarom zou ik willen horen wat ik hem geschreven heb? Wat ik hem nooit geschreven heb! Jullie een fascinerend samenraapsel, maar wel dodelijk vermoeiend! Je kent ons niet eens. Oh. Was jij erbij toen wij door de jungle trokken? Oh, jullie doen niet anders! Nee dus. Ik was erbij! Maar hadden wij erom gevraagd? Jij wel! Dit is toch om je ogen en je darmen. Je bent haar gedis onder in de fles. De rupsiekinderen moeten uitzuigen als ze bloed ophoesten. Wat heeft hij je gedaan? Dat vraag jij? Wat heeft ze je gedaan? Alsof een onverhoopt braakliggend verleden geteisterd wordt door hordes bloedzuigers. Voorzien van notitieboekjes. Stel, het was alleen mijn taak, jullie gekrakeel weer in het gareel. Je hebt geen enkele taak. Jij hebt alleen de plicht. Dan had ik al recht op jullie intense dankbaarheid. Rot op. Wat? Rot op. Nee.